Het collegejaar is weer begonnen. En dat betekent volle straten met zenuwachtige eerstejaars in 's Lands studentensteden. De eerste weken vol pret en drank staan in het geheugen van menig ex-student gegrift. Maar hoeveel pret deze Russische eerstejaars hebben op deze foto is twijfelachtig. De een zegt dat het om een spel ging. De ander zegt dat ouderejaars ze dreigden in elkaar te slaan als ze niet zouden strippen. De decaan van de universiteit is inmiddels opgestapt. Dit is het stadje Jackson Hole in de Amerikaanse bergstaat Wyoming. Niets bijzonders, zo blijkt uit deze livestream, die desalniettemin door miljoenen mensen bekeken wordt. In het commentaar betuigen mensen liefde voor hun eigen woonplaats. Of schreeuwen ze gewoon wat op dat moment langskomt rijden. Waar het op slaat? Niemand die het weet. Maar Jackson Hole in Wyoming heeft zijn 15 minutes of internet fame te pakken. En kent u deze nog? Dit is de monsterhit en quite arguably 's werelds slechtste videoclip aller tijden, Dancing in the Street van David Bowie en Mick Jagger. En dit is diezelfde videoclip zonder muziek. Swinging, swaying, records playing. Dancing in the street. Ja, ja, we weten het wel. Dit zijn niet echt de stemmen van Bowie en Jagger. Maar het blijft een tamelijk briljant idee. Every guy, grab a girl. Everywhere. Misschien wel beter dan het origineel dit.